Vandaag Romeinen 5 vers 12. En op basis van dit vers is de valse leerstelling van de erfzonde gebaseerd. Staat dit. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Nou, wat staat er wel en wat staat er niet in dit vers? Nou, Adam heeft gezondigd. En daardoor is de dood de wereld ingekomen. Maar er staat niet dat de schuld van de zonde is overgedragen op alle mensen. Dat staat er dus heel duidelijk niet. Dat is belangrijk om te weten. De mens verloor wel zijn onsterfelijkheid, maar de mens droeg niet de schuld voor de zonde van Adam. Ieder mens draagt de schuld voor zijn eigen zonde. Dat staat er ook in het Oude Testament. En we kunnen onszelf niet redden. We hebben een redder nodig. En die redder is Jezus. En Jezus is een afstammeling van Adam. En daardoor dus ook sterfelijk. Jezus zou sterven. Maar hij droeg dus niet de schuld van Adam. Want dan had hij nooit voor ons kunnen sterven, omdat hij zondeloos was. Nou, dat is een heel belangrijk punt om te weten als volgelingen van Jezus. Jezus is voor ons gekomen en gestorven voor onze zonden.